terug op een nieuwe video en welkom op mijn kanaal. Voor zij die mij nog niet kennen, mijn naam is Robin Sinelka en dit is een YouTube kanaal waar ik praat over onze zoektocht naar geluk, innerlijke rust, op basis van mindfulness en heel toegankelijke spiritualiteit. Dus als je nieuw bent in dit kanaal en hier meer over wilt weten, feel free to subscribe en als je iets aan deze video haalt, ook zeker op het einde van de video een like geven, daar help je mij heel hard mee. Vandaag ga ik het met jullie hebben over iets dat heel nauw aan mijn hart ligt, namelijk eten. En meer concreet hoe dat ik na het ervaren van een eetstoornis terug een veel gezondere relatie heb gekregen met eten. Ik zal heel kort nog eens schetsen voor zij die het nog niet weten. Ik heb hier al wel video's over gemaakt waar ik uitgebreider praat over mijn eetstoornis zelf en hoe dat ik dat heb ervaren. Maar ik heb nog niet echt een video gemaakt waar ik eigenlijk zeg wat eigenlijk de meest concrete stappen of tips zijn die mij daaruit hebben gehaald en die mij ook tot op de dag van vandaag nog steeds in een goede relatie met eten stellen. Nu is mijn relatie met eten eigenlijk 99% helemaal goed. Ik ga niet liegen. Ik denk dat iedereen die ooit een eetstoornis heeft gehad of daar nog steeds mee struggelt, het gevoel wel kent dat er altijd dat 1% is dat op een bepaalde manier nog zijn controle soms nodig heeft over je relatie met eten. Maar ik moet echt toegeven dat dat bij mij eigenlijk heel, heel, heel goed is opgelost allemaal. Dat ik mij nu heel, heel goed in mijn vel voel, een heel goede relatie heb met eten ook. En eigenlijk daar totaal niet meer obsessief mee bezig ben. Of soms, zoals elke vrouw, voel ik mij nog wel een beetje onzeker in mijn lichaam. Maar dus door de tools die ik vandaag met jullie ga delen, kan ik daar ook heel, heel goed mee omgaan. En doet dat zich eigenlijk zo goed als nooit meer voor. Dus ik heb een soort 6 tips opgeschreven en voorbereid van, eigenlijk na te denken wat nu eigenlijk voor mij de grootste troeven waren die mij daaruit hebben gehaald. Dus het eerste dat ik deed om eigenlijk volledig mijn relatie met eten aan te pakken, is dat ik heb beseft dat ik 100% controle heb over mijn gedachten. En ik denk dat mensen die hebben gestruggeld of struggle met eten, maar ook met algemeen mentale problemen of mentale uitdagingen, die het allemaal wel herkennen, dat we soms het gevoel hebben dat er een duiveltje in je hoofd zit, dat je van alles aan het zeggen is, dat je allemaal bekritiserende gedachten toespeelt. En dat je het gevoel hebt dat je daar geen controle over hebt, waardoor dat je ook naar dat stemmetje luistert en daardoor emotioneel beïnvloed werd. En dat heb ik eigenlijk ontdekt door onder andere in therapie te gaan. Dat ik 100% controle had over dat stemmetje. En dat ik dus ook kan kiezen om daar niet naar te luisteren. En dat ik kan kiezen om eigenlijk te zeggen van, alles wat jij me nu aan toewerpen bent van kritiek, kies ik voor om dat niet te geloven. En om eigenlijk andere gedachten in de plaats te stellen. En ik heb zo een heel, heel, heel actieve manier van denken gecreëerd, waarbij ik eigenlijk constant, wanneer ik onbehulpzame overtuiging had over mezelf, over eten, over andere dingen, dat begon te verbeteren. En daar eigenlijk echt actief aan begon te werken. Dus dat ik echt begon te herkennen wanneer ik gedachten had die mij slecht deden voelen of slecht deden eten. En dat ik die dan vervolgens aanpaste. En dat is iets dat mij veel training heeft gekost en veel oefening, wat mij enorm hard heeft geholpen. Het tweede dat ik deed, en wat misschien nog wel het meest belangrijke is, is dat ik helemaal aan mijn zelfliefde ben gaan werken. En ik heb hier een heel uitgebreide video over gemaakt, over zelfliefde. Moet je hier maar gaan kijken, als je geïnteresseerd bent. Maar wat bedoel ik eigenlijk met zelfliefde? Met zelfliefde bedoel ik dat ik stopte met eerst een bepaald lichaamsbeeld aan mezelf te plakken en dan mezelf de toestemming te geven om mezelf graag te zien. Maar eigenlijk verkoos om eerst mezelf graag te zien en eerst te zeggen, ik verdien het om te eten en ik verdien het om gewoon gelukkig te zijn en mezelf graag te zien, no matter wat ik eet of hoe ik eruit zie of wat ik doe. En omdat ik die mindset heb geswitcht op die manier, werd ik ook veel zachter voor mezelf, veel liefdevoller voor mezelf, minder streng voor mezelf. Niet alleen op vlak van eten, maar ook gewoon op andere vlakken. En ging dat stemmetje op die manier ook steeds meer en meer weg. Maar zoals ik al zei, ik raad u heel hard aan om eens naar die video te gaan kijken, want daar ga ik veel meer uitgebreid op dit onderwerp in. Dan het derde dat ik deed om mijn mindset heel hard te switchen en eigenlijk mijn relatie met eten aan te passen, is omdat ik eigenlijk als gevolg van het werken aan zelfliefde en mezelf graag beginnen zien, ik ook eten automatisch op een andere manier begon te zien. En niet meer begon te zien als iets slechts of iets dat ik moest controleren, maar iets dat eigenlijk de power in zich had om mij superkrachtig te maken, om mij supersterk te maken en om mij eigenlijk gewoon gezond te houden. En omdat ik dus mezelf graag zag, wilde ik automatisch ook mezelf de juiste voeding geven en een betere relatie met eten hebben. Omdat ik eten dus ben beginnen zien als iets, eigenlijk iets heel goed
En niet alleen maar nog naar calorieën begon te kijken of wat mager was of ja, wat weinig vet had. Maar dat ik eigenlijk echt begon te kijken naar oké, welke voedingsstoffen heb ik nodig? Welke vetten heb ik nodig? Welke vitamine heb ik nodig? Ook voedingssupplementen ben beginnen nemen. Om eigenlijk dus de mindset naar eten te veranderen van iets dat u kan doen bijkomen naar iets dat u gewoon keihard krachtig kan maken, keihard sterk kan maken. En de sport heeft hierbij voor mij ook een heel grote rol gespeeld. Dat ik sport niet alleen maar als iets zag dat u kan helpen om vet te verbranden en af te vallen, maar iets dat u ook heel sterk kan maken. Waardoor ik ook ben geswitcht naar krachttraining en spieropbouw en echt. Ja, mezelf gewoon letterlijk veel krachtiger, veel sterker en veel gezonder en gelukkiger maken. Want hoe gezonder je bent en hoe meer energie dat je ook automatisch hebt, hoe gelukkiger je bent. En je moet dus je relatie op een bepaalde manier met eten zien als iets letterlijk dat de kracht heeft om je gelukkig te maken. Dan het vierde dat ik heb gedaan, dit is ook weer een super, super, super belangrijke, is dat ik mezelf eigenlijk met iets nieuws ben beginnen bezighouden en identificeren. Waarom zeg ik dit? Ik denk dat jullie allemaal weten, als jullie hiermee struggelen, voor zij die totaal geen idee hebben waar ik over spreek, ik zal het even uitleggen. Wanneer wij eigenlijk zitten met een eetstoornis, is een heel groot deel daarvan het feit dat we ons helemaal identificeren met dat eten. En dat eten is iets waar we controle over hebben, iets waar ik ook controle over had, iets waar ik constant mee bezig kon zijn. En iets dat zich dus eigenlijk als een soort obsessie heeft ontwikkeld. Dus om ook in mijn herstelproces te geraken, ben ik dat ding ook actief gaan vervangen met iets anders waar ik mezelf mee kon identificeren, waar ik gewoon keihard in kon groeien en waar ik ja, gewoon echt helemaal voor kon gaan en iets veel positiever uit kon halen. En voor mij, zoals jullie weten, was dat mindfulness, spiritualiteit, meditatie, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen of ja, nu dit YouTube-kanaal te zijn gestart, te zijn beginnen met coaching, al die dingen. En op die manier, nu leg ik mijn zelfwaarde, ja, ik leg mijn zelfwaarde sowieso niet echt in iets, maar ik leg op een bepaalde manier mijn identiteit niet meer in hoe ik eruit zie, maar in wat ik doe voor anderen, wat ik doe in het leven, waar ik gepassioneerd door ben, waar ik goed in ben, waar ik in kan groeien, waar ik energie uit haal. Allemaal innerlijke eigenschappen eigenlijk. En niet meer enkel en alleen dat uiterlijk van je lichaam. Op die manier, door eigenlijk iets te vinden waar je innerlijk in kunt doen ontwikkelen, innerlijk in kunt groeien en dat ook echt goed is voor jezelf, gaat je op die manier ook gewoon ja, die obsessie met eten meer kunnen loslaten en niet meer het gevoel te hebben dat enige is waar dat je waarde uit kunt halen. En dan het vijfde dat ik heb gedaan, wat ook heel belangrijk is. Ik denk dat ik in het begin misschien heb gezegd dat ik er zes had, maar het zijn er eigenlijk maar vijf, sorry. Is dat ik ben beginnen om intuïtief te eten. En dat heeft heel veel te maken met echt durven in het onzekere te stappen en durven om alles waar je aan gewend bent, wat wil zeggen diëten en restricten en jezelf dingen verbieden, om dat eigenlijk los te laten. En ik ben echt beginnen luisteren naar mijn lichaam. Als mijn lichaam suiker nodig heeft, eet ik nu suiker, eet ik een stuk chocola. Terwijl wat ik vroeger deed, was ik verbood mezelf om dat te eten. Dus ik stopte, ik restricte dat, ik verbood dat meer en meer en meer, waardoor ik dat meer en meer en meer craafde. En dat dus uiteindelijk resulteerde in een eetbui. En nu, als ik daar dus zin in heb, luister ik naar mijn intuïtie, eet ik dat. En dat heeft dus te maken met even gewoon het onzekere achterlaten. En met onzekere bedoel ik het gebrek aan controle eigenlijk. Omdat door te zeggen, ja, ik mag iets niet eten, dan stelt je eigenlijk een soort controle, een soort zekerheid van, oké, nu weet ik dat ik niet ga bijkomen. Maar eigenlijk moet je dus die angst een beetje loslaten door te durven luisteren naar je lichaam. Te durven eten wat je lichaam vraagt. En erop te vertrouwen dat je lichaam gewoon gezond gaat zijn en goed gaat zijn. En dat je niet in extreme mate gaat bijkomen. Want dat is ook iets dat we onszelf in ons hoofd zeggen. Van als ik dit eet, ga ik bijkomen of ga ik ineens me heel slecht voelen. En dat is niet zo. Dus op die manier heb ik eigenlijk nu echt geleerd om te luisteren naar wat ik nodig heb. Als ik zin heb in iets heel vettig, dan eet ik dat. Als ik zin heb in fruit, dan eet ik dat. En op die manier, door daar naar te luisteren, merk ik ook dat mijn lichaam veel meer in balans is. En dat ik ook, als ik vettiger eet, daarna echt terug zin heb in gezonde dingen. En dat op die manier, ja, echt gewoon, ook zoals ik zei in puntje 2 of 3,
niet meer nadenken met wat ik wel of niet mag, maar gewoon wat mijn lichaam nodig heeft. Dus dat waren een beetje de 5 tips die mij het meeste hebben geholpen om ja, uit die struggle te geraken en eigenlijk terug een heel gezonde relatie met eten te krijgen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en je struggelt met ja, dezelfde problemen. Ik wil even zeggen dat je er sowieso uit kunt geraken. Dat er echt heel veel verschillende manieren zijn om daaruit te geraken. Ik kan u daar ook bij helpen indien je behoeften hebt. Ik heb een website www.spiritcoaching.be waar ik aan de hand van de dingen die ik zelf heb geleerd ook mensen help om met deze thema's om te gaan. Dus ga gerust eens een kijkje nemen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Geef deze video zeker een like als je er iets aan hebt gehad. En abonneer als je deze nog niet hebt gedaan. Ik wens jullie superveel. Blog succes toe als je examens hebt. Of ja, nog veel sterkte in de quarantaine. En ik hoop jullie heel, heel snel terug te zien in mijn volgende video. Bye bye!